Op verschillende locaties in onze provincie gaan de deuren binnenkort weer open voor het publiek. Zo zijn er honderden mensen welkom in het Drents Museum in Assen tijdens de Museumweek. Onze business is toch het vertellen van verhalen en tonen van schoonheid. Dus we zijn erg blij dat we weer een paar dagen open kunnen. Forellen met zendertjes uitgezet in Pijzen. De fietsvierdaagse gaat dit jaar alsnog door. En het weer met Aaldert. Ja, gisteren en vannacht nog snij, vandaag regen. Dus je zult nog eens kunnen spreken van een kleine weersverbetering. Nou, als die verbetering doorzet, straks meer. Goedenavond. Bij een paar evenementen in Drenthe is deze maand weer mondjesmaat publiek welkom. Met als toegangsbewijs een negatieve coronatest, dat wel. Onder meer het Drents Museum en het Yogahuis in Emmen zijn uitverkoren. Al maanden is dit de aanblik in het Drents Museum. Maar van 19 tot en met 21 april mag het museum iedere dag 575 mensen ontvangen bij wijze van proef. Onze business is toch het vertellen van verhalen en tonen van schoonheid. Dus we zijn erg blij dat we weer een paar dagen open kunnen. Het Yogahuis in Emmen mag 3 dagen lang 40 mensen weer les geven. Het is 3 dagen en we gaan het uitproberen hoe het gaat met de yogalessen geven. Maar heel fijn dat de mensen weer hier mogen komen. Eindelijk mag er weer iets. Komt er dan een run op beschikbare plaatsen? De mensen die een lidmaatschap bij mij hebben, die gaan op dit moment voor. En is er dan nog ruimte, dan is iedereen natuurlijk van harte welkom. Met concerten, hè, als de Rolling Stones komen en andere grote groepen, ja, dan gaat iedereen voor die computer en je probeert op tijd een kaartje te bemachtigen. Ik denk dat het ongeveer zo zal gaan, maar dat weet ik niet zeker. Voor bezoekers van het Drents Museum zijn dan werken van mensen van de Groningse Academie Minerva en de Kunstacademie in Leipzig voor het eerst te zien. Die tentoonstelling is eigenlijk nog niet open geweest. En ik denk eigenlijk ook dat die beperkt zal blijven tot deze 3 dagen. Dus dat is nog interessant voor degenen die een kaartje krijgen. Die zullen dan uniek getuige zijn van iets wat weinig anderen hebben kunnen zien. Het gaat niet goed met het aantal forellen in Nederland. Dat zeggen onder meer de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland. Om de populatie van de vissoort omhoog te krikken is er een actieplan bedacht, waarbij jaarlijks honderden forellen worden uitgezet. En vandaag gebeurde dat in de buurt van Pijzen. Ruim 100 gekweekte forellen worden eruit gezet in het Pijzerdiep. De forellen die we nu uitzetten zijn 1 jaar oud. En dit is het moment waarop ze hun geboortegebied verlaten en stroomafwaarts trekken richting de Waddenzee. En juist die trek richting de Waddenzee gaat al jarenlang niet goed. Mede door blokkades van dijken en dammen. Gevolg minder plek om eitjes te leggen. En dat is niet oké, zegt de Waddenvereniging. Op het moment dat wij erachter komen dat de zeeforel het goed doet, dan weten we ook dat de paling het water goed in kan komen, dat de driedoornige stekelbaars en allerlei andere kleine vissen naar binnen komen. En dat is wel het voedsel waar heel veel van het leven verderop is gebouwd. Dus een vis is een indicator voor een goed ecosysteem. Om de forellen in de gaten te houden, worden ze gechipt. Het idee is dat we op die manier een beetje in kaart brengen waar de knelpunten liggen. Dus het is nog wel een stukje zwemmen vanaf hier naar de Waddenzee. Dus dat we op die manier erachter komen van wat ligt het eigenlijk in de, waar komen ze allemaal tegen en waar gaat het fout? Het idee voor dit project is afgekeken uit Denemarken, waar 20 jaar lang ook forellen zijn uitgezet. Als dit slaagt, is het volgens Sportvisserij Nederland een win-win situatie. Daar hebben ze gewoon een sportvistoerisme eigenlijk op basis van zeeforel gecreëerd. Daar zijn ze ook begonnen met beekherstel, uitzetten van vis. En daar komen nu duizenden vissers per jaar op af, speciaal om op zeeforel te vissen. En die hebben bewezen dat het niet alleen werkt op basis van zeg maar, het ecologisch herstellen, maar ook de economie profiteert ervan. En ja, dat is eigenlijk wat je wil, dat je de economie en de ecologie kan verbinden. Ja, wij kijken naar het zoute water. Wat we daar graag zien is dat we natuurlijk de gezenderde vissen terugzien. Dat is stap 1. Daar worden we blij van. En dat we op een gegeven moment gewoon ook in de monitoring, dus daar wordt ook gekeken van hoe ziet het met de visstand in de Waddenzee, dat we de aantallen zien groeien. En dan weten we dat we de goede weg zijn. Maar voor het zover is, worden er eerst nog veel meer forellen uitgezet. Een project van de lange adem dus. Dus de afwisseling is heel groot. Dat vind ik het mooiste. Niet elke dag hetzelfde. Ja, straks meer daarover. Het busvervoer in Drenthe en Groningen heeft voor volgend jaar te maken met een tekort van 9 miljoen euro. Tot en met 2025 loopt dat tekort op tot 24 miljoen.
De coronacrisis is de grote oorzaak van de rode cijfers. Het komende jaar wordt in ieder geval 3 miljoen euro bezuinigd op de dienstregeling. Het OV-bureau Groningen-Drenthe laat weten dat bussen minder vaak per uur gaan rijden. Sommige buslijnen worden mogelijk helemaal uit de dienstregeling gehaald. En de gemeente Emmen en Coevorden hoeven een groep van 40 oud-werknemers van kunstencentrum CQ geen 5,5 miljoen euro te betalen. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. Volgens de oud-medewerkers zouden de gemeente bewust hebben aangestuurd op een faillissement van CQ in 2014. Maar volgens de rechtbank waren Emmen en Coevorden niet verplicht het kunstencentrum te blijven financieren. Bovendien was CQ eerder met alle maatregelen van de gemeente akkoord gegaan. En fietsliefhebbers die kunnen in hun handen knijpen, want de Drentse Fietsvierdaagse, die vorig jaar werd afgelast vanwege corona, komt er dit jaar wel. Maar het gaat er wel wat anders aan toe dan normaal. De fiets hoeft deze zomer niet in de schuur te blijven staan, want het bestuur van de Drentse Fietsvierdaagse heeft besloten dat het festijn ondanks corona doorgaat. Het geht on, zeggen ze in Friesland. Ja, het gaat door zoals het er nu voor staat. Aan het fietsevenement doen elk jaar ongeveer 12.000 mensen mee. Vorig jaar ging het niet door, maar dit jaar wel, van 13 tot en met 16 juli. Met wederom misschien wel 12.000 mensen. Wij hopen zeker dat we dat aantal dit jaar ook gaan halen. Wij zien geen enkele belemmering, waarom niet? Routes worden uitgezet vanuit de 7 vertrouwde startplaatsen. Al gaat het verder wel wat anders dan anders. In het verleden kon je ook op de startplaatsen zelf inschrijven. Dan had je balies en dan waren er lange rij mensen die inschreven. Dat gaat dit jaar anders. Dit jaar kan het alleen maar online. En als je online inschrijft, krijg je ook een starttijd mee. Waardoor we het geheel heel erg verspreiden. En men dus gespreid over de routes gaat. Ook onderweg moeten deelnemers rekening houden met wat aanpassingen. Nou, wij hebben anders altijd beleefposten. Die zullen we ook nu wel hebben. Maar anders. Bijvoorbeeld een oude molen bezoeken. Ja, dat ging via een smalle trap omhoog en weer naar beneden. Dat moet je nu niet willen. De organisatie gaat ervan uit dat in juli genoeg mensen gevaccineerd zijn en denkt dat dit evenement veilig kan. Wij zijn ervan overtuigd van wel. En we hebben contact gehad met de veiligheidsregio, de voorzitter van de veiligheidsregio en in hem met de gemeente. En die denkt dat met deze aanpassingen het zeker een veilige fietsvierdaagse kan worden. Naar verwachting kun je je vanaf half mei inschrijven via de website van de Drentse Fietsvierdaagse. Er zijn steeds meer hoveniers in Drenthe. Sinds de coronacrisis willen meer mensen wat aan hun tuin doen. Dat merken de hoveniers ook. Het aantal hoveniers in Drenthe is in 5 jaar tijd gestegen met 24%. In 2021 zijn er 476 hoveniers in onze provincie. Daarvan is Vincent van Loenen er ook een. Hij begon dit jaar voor zichzelf als hovenier en dat bleek een gouden zet. Ja, nou, dat leek zeker een goede zet. Ja. Het is een mooi druk. Door de corona is toch de vraag naar hoveniers groot. Ik merk dat ook gewoon in de aanvragen. En een goede zet voor mij eigenlijk, denk ik. Ja. Ja, hoe druk is het nou echt? De voorjaar is ook helemaal vol. Ik ben in oktober nu aan het plannen. Voor nieuwe aanlegklussen. Dus ja, dat is vol genoeg, zeg ik maar. Vooral in het vernieuwen van tuinen ziet Van Loenen veel vraag. Aanleg, renovaties van tuinen. Mensen, ja, de huizenverkoop is er ook een beetje debet aan. Dat gaat ook heel groot. Dus al die huizen worden verkocht. Dan moet de tuin ook gerenoveerd worden. Dus zulke soort dingen komen er ook om de hoek kijken. Plus nieuwbouw. Dus alle tuinen, aanleg is toch booming business. En wat is nou je favoriete onderdeel als we kijken naar al die segmenten? Ik vind aanleg heel mooi. Mensen blij maken met een mooie tuin. Alleen het onderhoud vind ik toch ook een leuke bijkomstigheid om het toch goed te doen. Om mensen toch tevreden te houden met een tuin. En eventueel aanpassingen te doen in een bestaande tuin. Volledig zelfstandig worden is natuurlijk altijd een risico. Ondanks de grote vraag naar nieuwe tuinen blijft dat risico toch, denkt Van Loenen. Uiteindelijk, je weet nooit wat de toekomst brengt natuurlijk. Je weet dat het nu druk is, hoe lang het blijft. En als de economie goed gaat, hebben wij het te druk. En als de economie slecht gaat, zijn wij snel een sluitpost waarop bezuinigd wordt. Dus je weet nooit hoe het in de toekomst gaat natuurlijk. Maar ik verwacht wel, als je je werk goed blijft doen en je klanten tevreden houdt met het werk wat je doet, dan hou je volgens mij wel werk genoeg. Maar wat maakt dit werk nou zo leuk om te doen? De ene dag sta je blokken bestrating te doen.
En de andere dag ben je bezig met het groen, met graszoden leggen, beplanting. Je ziet altijd wat groeien en bloeien. En je kan, ondertussen geniet je eigenlijk van de natuur. Dus de afwisseling is heel groot. Dat vind ik het mooiste. Niet elke dag hetzelfde. Weet je nog? Vlindenweek woensdag, een week geleden, dikke 20 graden, mooi zonnig erbij, zwart zomer in Drenthe. En nou, een week later, 5, 6 graden, natte snijvlakken, heel aan de weer. Je kunt zeggen, gemiddeld zitten wij goed, maar de komende dagen gaat het gemiddelde niet naar boven. De buiigheid neemt af vanavond, een enkele verdwaalde bui zal nog mogelijk kunnen wezen, maar verder kroon afwisseling van opklarings en bewolking. Het ziet een matige westenwind en die temperatuur die giet behoorlijk onderuit, rond of net even onder het vriespunt. Morgen ligt er hoge druk bij Frankrijk. Dat klinkt niet naar voort, dat is het ook. Maar toch houdt er in Drenthe een beetje profijt van. Want het blijft op de meeste plekken drogen. De zon dat ze nou dan is even dan. Er zit matige zuidwestenwind. En die temperatuur toch alweer een graad hoger dan vandaag. Zo'n graad of 8. En dat vinden wij helemaal niet erg. Vrijdag wordt nog een graadje warmer. Zo'n 10 graden. Ja, best wel een mooie dag. Althans, het begin ervan. Het begint met zon. Smiddags bewolking. En daar gaat dan ook weer wat regen uitvallen. En dat is weer een slechte voorbode, zou je kunnen zeggen, voor het weekend. Zaterdag, zondag, het is het meest gries. Het is grauw. Het is regenachtig. Weinig grap aan. Dus een echte weersverbetering zit er voorlopig niet in. En denk nog goed in aankomende nacht. Dan pak ik toch even dat stokoude Drentse spreekwoord erbij. Bent de straten met vorst nog nat? Dan wordt het vast en zeker. Glad. Ja, en zo is het maar net. Dit was Drenthe Nu voor vandaag. Blijf op de hoogte van het Drentse nieuws via onze app en website. Daar leest u bijvoorbeeld dat ijsvereniging Fios het spuugzat is na alweer een inbraak. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.